Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Welkom bij deze woensdagmiddag al. Wil je even laten zien wat er voor spannends is met Brukje? Ik heb een losse tand. Ik heb een losse tand. Laat me zien. En dan moet je even gewoon alleen je lip naar beneden trekken. Want dan zien ze hem al. Alleen je lipje. Daar zit hij. Hij zit echt al super los. Ah, weet je wat ik heb gekregen? Ik moest 2 centjes in het spuit tellen. En dan, als ik stop zeg, dan krijg ik 2 centjes weer terug. Ja, en want dat was... Oh, laat eerst maar zien wat het is. Die. Heel toepasselijk, een dental kit. Allemaal spulletjes van de tandarts erin. Ja. Tangetjes en spiegeltjes, boordjes en haakjes. En andere dingetjes. Ik laat het nu zien. Oké. Spuitje, tangetje, pincetje, bordje, bekkentje, medicijnen, tandenborstel, spiegeltje, tangetje en een gebitje. Wow. En dan kan je kijken wat je erin ziet. Ja. Ik kan ook praten. Hallo, jongetje, meisje. Maar goed, die heeft zij dus gekregen. Want ik was met lopen naar de logopedie. En ze zit ineens te staan van, ja, ik heb nog een schrijfboekje nodig voor school. Ik zeg, schrijfboekje voor school, heb jij het nou weer over? Ik krijg toch altijd hier of zo. Ja, ik wil nog een schriftje hebben voor als ik dan zelf mag schrijven. Oké. Nou, we waren toch lekker pleit klaar. Nou, er is eigenlijk niks anders in de buurt als Albert Heijn. Maar dan hebben ze ook wel gewoon schrijfschriftjes. Kom ik daar. Ik zat eentje dus. Deze uit. Dit is geen schrijfboekje. Nee, dat is zo'n picture battles. Maar ja, dan ging mijn Brooke ophalen en Brooke die afgewezen. Dus dan, waar is dat van mij dan? Jij was best verdrietig, hè? Jij vond het niet helemaal eerlijk. Nee, we lopen nog 2 dingen in. Ja, lopen er nog snoepjes uit of ja, voor Bowden. Dus ja, toen ging ik maar eventjes heel snel langs. Het heet Big Bazaar. Het is gewoon een soort van alles in één winkeltje, zo'n dorpswinkeltje. Waar ze echt alles hebben van kerstkaartje tot wasmanden, tot waterkokers, en pennen, agenda's, speelgoed, medicijnen, zo'n soort winkeltje. Dus nou, gaan ze daar even kijken. Dan zijn we ongeveer half binnen geweest omdat mevrouw niet wist wat ze wilde. Omdat alles wat ze wilde, waarvan ik zei, nou, de loon heeft iets van 5 euro uitgezocht. Dat is dan jouw budget. Dat is erg lastig. Dus uiteindelijk zei ik, nou, dan mag je kiezen wat je wilt, maar dan moet je de rest bijleggen. Dus is het dat geworden. Ik wil toch appels eten, maar dan met stukjes. Ja, in stukjes? Ja. Oké. Dus, En dan moet jij hier ook dappertje eten. Oké. Dus Brooke gaat zo voor mij stofzuigen. Dat is dan een beetje de compromis. Want dan kan je nog niet uithalen. Want op het moment dat je stofzuigt, krijgt ze meestal centjes van me. En het scheelt 2,5 euro of zo. Dus dan kan ze stofzuigen. 2 centjes. Heeft ze toch het gevoel dat ze heeft gekregen wat ze wilde. Plus dat mijn kleur moest nog stofzuigen worden vandaag. Maar nee, dus geef liever een klap. Goedemorgen, welkom bij mijn Coast Make-uploos gezicht. Maar ik wou toch even deze mededelen. Moet je nou kijken. Wat ben je aan het eten, Brukje? Lekker, hè? Een wafel, ja. Lekker met een beetje aardbei en met een beetje blauwe bes. Het enige wat ik ervoor altijd voor doen, is ze eventjes in de toaster te doen. Want ik heb ze natuurlijk een paar keer in het weekend gemaakt en dan vries ik de overige in. Hier, dochter, zeg je nog steeds. En ochtends, als ik het dan doe, Logan wou het niet. Maar het enige wat ik anders doe, dan doe je ze gewoon heel even in de toaster. Die, daar. En heel je huis ruikt zoals je net in de bakkerij zit. En het is echt 7:15. Dus dan word je toch lekker wakker. En zo was het gewoon alweer bijna 4:15. Logan is met een vriendje gaan spelen. En Brooke, die is er eigenlijk aan het verstoppen. Dat doen we nog niet. Dan gaan ze lekker omkleden, Moppie. Omkleden? Ja, je kan bij de zwemles kan je niet meer aankleden. Dus dat doen we dan eventjes buiten de zwemles om. Even snel over een doekje overal aan het heen halen. Want er komt straks een meneer praten over het bouwen van een nieuwe schuur. Dus Carl komt eerder van zijn werk af. En hij wou dat gewoon hier in huis doen, dat kan op zich wel.
you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Vingers, vingers. Coole hut, man. En mijn moeder is eventjes om Logan. Ik was even bezig met mijn boodschappen shoplog, want ik wou thuis blijven. Doosjes beneden. Oh, dan moet je zo wel even naartoe. Want als goed is brengen ze tussen 2:15 en 3:15 mijn nieuwe telefoon. En in de kerstvakantie en dan krijg je een nieuw hoesje. Nou ja, dat ga ik vragen aan elkaar voor de kerst. Mijn iPhone 10 is nog helemaal dikke prima. Is nog helemaal niks mis. Hij is pas ook gemaakt vanwege het gepaste scherm. Maar mijn abonnement liep af. Dus dan kan je natuurlijk gelijk voor een nieuw toestel kiezen. Hoeft niet. Maar ja, maar als je het niet kan doen. Mama, wat is dat die op die kast staat? Wat zie je? Voor blauwe. Oh, dat is voor waterbronnen. Dus ik dacht, nou, dan doe ik dat er gelijk bij. En nu ben ik alsnog goedkoper uit met een nieuw iPhone 12. Als dat ik het nu ben. Ik heb nu blijkbaar best wel een duur abonnement. Ken je niet wat het is omdat ze 5G goedkoper hebben gemaakt? Dat ze graag willen dat je overstapt. Of omdat ik gewoon sowieso heel veel geld krijg. Ik ga nu uit mijn maar ik eerst ga ik er in en dan ga ik een plezier. Oké. Ik ga die kant eruit kijken. Kijk maar. Ik ga kijken. Dus normaal gesproken ben ik zeg maar, ik was altijd zeg maar, €85 kwijt voor mijn abonnement plus verzekering en dat soort dingen. En daar hebben ze sinds oktober of zo zijn, is er zoveel procent bovenop gekomen. En prijsverhoging. En nu was ik €93 kwijt of zo. Ik kom zo kijken. Dus nu was ik zeg maar, vanaf oktober en november ook €93 betaald. En nu ga ik €73 betalen. Klinkt alsnog heel veel, maar daarmee betaal je ook gelijk je telefoon af. Abonnementskosten en een verzekering voor. Want dat is wel heel handig hoor. Waar is ze nou? Oh, ze is helemaal daar zo. Ik zie het. Foonpakketje. Je weet nog niet wat de telefoon is, maar ik verwacht dat het mijn telefoon is. Ja, en hier zit mijn zus lekker te kleuren. Hey, wow. De derde. Ze gaat het overmaken. Ze gaat het overmaken. Ze gaat het overmaken. Wow. Ja hoor, je nieuwe telefoon. Jouw nieuwe telefoon. The future is exciting. Mag ik hem zien? Ik ga het overmaken. Ik dacht dat het een hoesje was. Dit is niet een hoesje, dit is de echte iPhone. Nog een keer. Nog een keer. Nog eentje. Ik zie het al niet. Ja, ijs. Oké. Mama gaat even de doosje openmaken. Gaan we kijken, hè? Ja. Wow. Kijk je! Nee, dat is de iPhone 3! Voorzichtig. Nee, voorzichtig. Wow. Dat is de iPhone 3, doe je! Ik ga hem zo even terugpakken. Niet aan zitten. Wow. Wat is de code van mijn telefoon? Ja, dat is niet van jouw belang. Ik wil het even nog zo laten, want ik moet even een beschermhoesje pakken. Waarom doe je dit niet van je oude telefoon? Hij zo. Oh, maar ik doe wel verder met paard. Goed, dat is een andere telefoon. Dat is een andere telefoon. Ik laat het hoesje erop laten. En ik blij mee. En deze heeft wel zo'n klein kabeltje. Met zo'n klein USB dingetje. Oh, had je die nog niet? Nee. En niet dus ik heb niet een stekker hier zo voor. Oh. En dan moet ik die even bestellen, denk ik. Want dat is er niet bij.
Nee, want met de AirPods is dat ook zo. Met de AirPods moet ik ook met een gewoon kabeltje opladen, want dat heb ik ook niet. Kom ook een hele klein snoertje verder. Oké. Okay. Super cool, man. Zag je schaande paardenvoetjes. Trippel, trappel, trippel, trap. Het is het paard van Sinterklaasje. Stippen, stappen, stippen, stap. Schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje over het dak. Schimmeltje draagt met gemak Sinterklaasje over het dak. Paardje kan de weg wel vinden. Trippel, trappel, trippel, trap. In het heldere maneschijntje. Stippen, stappen, stippen, stap. Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet er beetje toe. Goedemorgen. Ja, net. Welkom bij deze zaterdagmorgen. Het is 10:10. Ik ben lekker de tafel aan het aanzetten. Pascal die heeft net bij de Aldi eventjes broodjes gehaald en croissants. Dus kunnen we zo lekker gaan eten. Overigens is dat nog steeds Brug de Juderans glas. Die heeft vanochtend Juderans gekregen en dat heb ik er niks van gedronken. Dus die heeft vandaag niet gedronken. Want ze is daarna naar boven geschoten en ik geloof dat het team nu bezig is op de iPad. De jongens die hebben hun iPad tijd er al doorheen gejaagd. Dus die vroeg gewoon meer tijd. Zeg ik, nee, gaan we niet doen. Dus die zijn nu aan het pesten. Ze hebben een kaartspelletje gevonden. Dus zie maar weer, als je gewoon van tevoren duidelijk aangeeft. Want ik kan het nu heel duidelijk aangeven. Als je tijd op is, is het op. Je hebt nu nog 1 uur. Dat vind ik best wel lang. Maar op is op. En dan krijg je geen nieuwe meer. Nou, hebben we wel op een ik overlegd van jongens, nou. Ik geloof dat om 5 uur Sinterklaaswingo nog is op Sinterklaasjournaal. Dus kunnen ze dan meedoen. Dat ze van daarvoor nog heel even mogen zitten. Het is ook niet van het hele lekkere weer. En dat is wel iets wat ze samen kunnen doen. Waar ze dan toch lekker mee bezig zijn. Dus op zich vind ik het ook niet heel erg in het weekend. Maar ik wil niet dat ze dan echt een hele dag erachter zitten. En dat het schermtijd een dingetje wordt. Dus nu weten ze gewoon dat ze er voorlopig niet om hoeven te vragen. En dan zie je maar dat ze dan toch gewoon iets anders verzinnen. Wat ik op zich ook wel heel erg leuk vind. En er gaat voor de rest vandaag niet zo heel veel gebeuren. Het is natuurlijk slecht weer. Alles is dicht. Fleur die wordt nu opgehaald van de voetbal. Die had nog training. Meest niet. En nou, Logan heb ik natuurlijk ook niks in het weekend. Ik geloof dat vanmiddag mijn schoonzusje met haar vriend komt. Dat ze ook frietjes blijven eten. Maar ja, voor de rest is het natuurlijk maar een beetje een tranquille dagje. Dus we gaan zien wat de dag ons verder nog brengt. Oh, ik zie Boris. Zo cute. Hij gaat steeds meer het erf bewaken. Nou, zie je hem één keer ergens aan een hoekje en even verstaan. Zo, wat doe je daar? En wij zien dan niks, maar hij hoort dan wat. Kijk hem nou zitten. Met zijn smoel in de wind. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our. Goedemorgen, welkom bij deze zondagmorgen. Het is donker en bedroefd buiten, het aan het regenen. Echt een pyjama-dag volgens mij. En ik denk dat de kinderen dat ook dachten, want het is nu 9:55 en ze zijn allemaal nog boven. De enige die ik even heb gezien was een Logan, want meest zijn iPad had ingesteld dat hij meer tijd mag hebben voordat hij had moet vragen. Ik weet niet zo goed waarom. Ze beginnen wel allemaal op dezelfde tijd, ze kunnen allebei pas om 7:30. Logan en Brooke hebben door de week zo'n 30 minuten en in het weekend 1 uur. En ja, als je natuurlijk om 8:30 op je iPad zit, dan is het al zin op. Dus die kwam net eventjes vragen van, goh, meestal heeft nog meer tijd, mag ik dat ook? Dus nou, dat heb ik hem nog eventjes gegeven. Mag ik aan het ontbijt beginnen op de zondag? Ik mag echt niet klagen. Dus gaan we zo nog even kruidnootjes bakken vandaag. En Fleur die heeft een spelletjesmiddag aangevraagd. Dus ik denk dat dat gaat lukken. Aangezien we ze niet echt naar buiten kunnen sturen, denk ik. Echt een beetje weer. Oh, ze moet ook nog stickers plakken. Dus ja, het is een echt corona weekend voor mijn gevoel. Natuurlijk gisteravond wel mijn schoonzus en zwager over de vloer gehad. Ik heb frietjes gegeten en mijn schoonzus had dus de fout gemaakt. Van, oh, wij moeten zeker zo gaan, want jullie hebben nog filmavond. Oh, don't say that.
Want we zijn allemaal een beetje, hoe zeg je dat, nogal op onze routines. En die filmavond iedere zaterdag dat alle kinderen hier zijn, dat wordt nu wel echt een beetje een dingetje. Van, ze hadden er gisteren zelf niet om gevraagd, maar zodra ze natuurlijk mijn tante erover hoorden, zei ze, ja, we willen filmavond. Maar het wordt dus wel een beetje een dingetje dat het bijna moet, zeg maar, omdat dat is wat wij altijd doen. Dus ik hoop dat de volgende keer, is natuurlijk Sinterklaasavond, dat ze hier allemaal zijn. Dus ik hoop, ja, dan gaan we waarschijnlijk wel. Doe je dat? Staat er nou gewoon een stop uit? Staat er gewoon een stop uit? De ramen. Kijk eens wat Fleur van Moois heeft gemaakt. Wil ik eerst maak je bolletje. Ik kan jij zo'n mooie rol maken. En dan moet je ze plat drukken. Nu gaat het aan je uitleggen. Een bolletje maken, een klein bolletje. Kijk het. Super gedetailleerd. Super cute. Kun je een rolletje maken? Niet een super mooi bolletje zijn, maar gewoon lekker plat. Kijk, ze heeft er al twee gemaakt. Die vouw je dan zo omheen. Dat is wel heel erg leuk hebben we. Wil jij maar hier zo plakken, hier zo. Dan gooit hem maar eens in. Ik pak de pen. Nog één. Er zitten twee diertjes in. Heerlijk, hè? Dat is denk ik altijd hetzelfde is. Hier, doe één zakje mix in de kom en voeg twee eten op het water toe. Kijk, dit is er één. Oké, stop. Ik moet ze even eten. Oh, oké. Okay. We moeten gewoon een... Oeh, ja. Niet over de bak. Doe nummer 2. Is het met 2? 2, maar even. 2. Ik ga gewoon 2, 3, 2. Jij moet roeren er nog. Stap 2 van kruidnoten bakken. Dat is een leuke chocolade opbrengen. Wat heb ik die? Ik had nog een paar andere. Ik had de melk en de wit. Die kan je me even een kleurtje geven, maar ik zit het met roze doen. Magnetron. Waarom in de magnetron is dan bestaan in het midden van de magnetron 2-3 minuten. Oké. Dat kunnen wij. Ja, wel. Je bent op de helft van vis, je tijd, hè? Een vis. Goudvis. Een haai. Een vallende vis. Twee. Een vis. Eén. Goudvis. Een walvis! Ik wist dat! Ik wil zeggen, ik zag ook een walvis. Wat het is. Waar gebruikt je dit op? Nee, jawel, je mag het wel op de. Je mag praten. Oh, je doet het. Het is iets van een telefoon. Of op computer. Computer. En je kan er gewoon alles opzoeken? Ja. Waar kan je alles opzoeken? Op het.
Nee, op het. Waarin... Dat heb je ook op je iPad. En op je laptop. Nee, kijk, net zoals wordt je haai op zoek. Daar waar? Safari! Nee. Ja, wat bijna, is Safari? Bijna Safari. Wat is Safari? De Safari zit op het. Internet. Drugs er wel, internet. Wat nou? Nee. We hebben zelf gekregen. Ja, we hebben altijd hetzelfde dingen. Kinderen. En dit is de staf. Ja! Ja! De staf. Die zit naast de weerkoffer. Ja. Op deze allerlaatste bingo van vandaag. Je weet maar nooit of dat maar net het laatste plaatje is dat jij nog niet hebt weggekruist van je bingo kaart. Wat zal het zijn? Rappapa. En daar komt ie. Nou ja zeg. De meter. Ja, ja bingo. En jullie allebei bingo? Hoor ik dat nou goed? Bingo! Er zijn zoveel mensen met bingo. Ja, bingo! Maar zie ik of dat wel klopt. Hier zijn de plaatjes die ik heb getrokken. Zullen we eens kijken, klopt dat? Ja.